Het is misschien een beetje een heftig onderwerp, maar heel veel mensen hebben het gisteren gezien op televisie. Taboe, het programma van Philip Geubels op 1, heel sterk televisieprogramma. Gisteren was het wat moeilijker, omdat lachen met armoede echt toch niet zo evident is. En je voelt het ook aan de mensen dat die ellende zo groot is waar ze soms al een hele leven in zitten. En uit de vele reacties die wij krijgen, en heel moedig van jullie allemaal, blijkt er onder onze luisteraars ook best wel wat mensen te zitten die zeggen, ja, het is mij ook gewoon overkomen. En sommigen die zeggen, het is gewoon van generatie op generatie bij ons. En het kan sommige, iedereen overkomen. Zonder uit te raken. Ja, we hebben een sms'je gekregen. Ik ga het even voorlezen. Na een heel leven gewerkt te hebben en altijd te hebben afgedragen aan de staat, sta je na een faillissement letterlijk op straat met twee kinderen. We hebben 3 maanden in een opvanghuis gezeten. Zelfs vrienden kennen je nu meer. Je zou toch maar eens iets moeten nodig hebben van hen. Wij moeten met 100 euro per week toekomen. Benzine, eten, drinken, alles. We hebben Christel even opgebeld. Goedemorgen, Christel. Goedemorgen, Anke. Ja, hey Christel. Je had hoge ambities. Je had grote ambities. Je vertelde mij net een juwelierszaak gehad. Onder andere, ja. Ja, en nog verschillende zaken. En dan ben je over de kop gegaan. En ja. Je had niks meer. En je bent, letterlijk niks meer. Je had echt niks meer. En je kon ook niet in een huis wonen. Je bent echt naar een opvanghuis moeten gaan. Dat is dus een van de weinige zaken die dus veel mensen niet weten. Dus dat is als je theoretisch dakloos bent, dat je toch nog recht kunt hebben op een onderkomen via het OCMW. Is dat dan vooral gezinnen met kinderen, ja. Ja, je had het zelf nooit zien aankomen waarschijnlijk. Dat dit nou zo... Niet direct, nee, want anders dan start je... De derde zaak was nog maar 9 dagen open. Ja. Ja. En nu 100 euro per week? Dat is, ja, dat klopt. Dat is echt waanzinnig weinig om van te leven, hè? Ja, maar dat lukt. Dat lukt. Waar een wil is een weg. Maar het ergste vind ik vooral dat je eigenlijk alleen op de wereld komt te staan. Mm-hmm. Mensen zijn heel hypocriet. En zolang je een dikke portemonnee hebt, kennen ze jou allemaal. Gaan ze samen uit lunchen. Proberen ze ook wel te genieten van die percentjes die je kunt toegeven. Op sieraadjes of weet ik veel wat. Maar als je dan op straat komt te staan... Oei, je zou eens iets nodig moeten hebben. En dat doet heel veel pijn, want ik ben heel veel vrienden kwijtgeraakt. Allee, waarvan ik dacht dat ze dieper in het hart zaten. Oh, Christel, zeg, en vandaag, je zei ook net al dat je vandaag terug begint te werken? Ja, ik begin vandaag op een bedrijf, mijn eerste dag. Ja. Dat is goed, hè? Ja, want dus... dat helpt wel als je weer... Om zo terug een beetje zo... Ja, allez, om je bezigheid. Voilà, ja. Bezigheid en ook zo het gevoel te hebben dat je meedraait in de maatschappij. Niet? Dat is minder, omdat je hebt totaal geen controle. Dus wij zitten ook in collectieve schuldbemiddeling toegewezen van de rechtbank. Oh. Dus je hebt daar sowieso toch niets aan. Je moet werken en alles gaat integraal naar je schuldbemiddelaar. Dus je weet, je hebt totaal niks controle, je weet niet wat er is betaald, je totaal niks, je mag je factuurtjes binnendragen en daar blijft het bij. Je blijft eigenlijk heel lang in het ongewisse. Want er zijn ook heel veel luisteraars die zeggen, ik zou ergens willen mensen helpen. Hoe kan er echt geholpen worden? Wat ervaar jij als hulp? Ik moet eerlijk toegeven, dus de stap van zelfstandige naar kansarme... moet ik toch wel zeggen dus dat het eten een heel cruciale rol speelt. Ja. Dus wij hebben een hele grote stap moeten maken. Vroeger aten wij toch minstens 1 keer per week vis, 1 keer op een week een biefstukje. En nu is dat bijna alle dagen simpelweg varkensvlees of een kippenworst uit de diepvries. Hm. En je merkt ook wel aan je eigen gezondheid dat een stuk moet... inleveren aan de hand van gezonde voeding. En dan wordt dus het allemaal een vicieuze cirkel natuurlijk. Hè, inderdaad. En zeg jij nu, daar zou ik dan het liefst mee geholpen worden met gewoon goed absoluut, gezond eten? Absoluut, ja. Okay. Dus omdat dat voor een kansarme eigenlijk net niet meer te betalen is. Ja, oké. Okay. Dus goed om te weten. Dan moeten we gewoon misschien wel eens iets aan doen. Hè? Misschien wel, ja. Maar heel veel mensen zijn nu aan het reageren. We gaan het even allemaal samen gooien. Want ik denk dat ook op andere radiostations er wel over bezig zullen zijn. Ja. Het was zo ingrijpend gisteravond. Maar fijn en moedig vooral dat je het hier zo even wou vertellen op de radio.
Dank u wel. Zeg, nee. En heel veel succes op je eerste werkdag, hè? Ik ben nu op weg naar de ingang. Alrighty, goed. Spannend. Doe dat goed, hè? Dag Christel, wij gaan aan jou denken vandaag. Ze heeft dat geen bereik meer, zeg. Nee, denk ik wel. Dag Christel, bye-bye. Dag.